Tijdens het in elkaar zetten van het skelet van de Diplodocus kwam men hier tot een bijzondere ontdekking. NOS komt zo meteen op bezoek, RTL komt op bezoek. Waarom? Nou, we hebben hier een nieuwe mogelijk een nieuwe dinosaurussoort ontdekt. Ja, vertel. Nou, we hebben hier een stagiair gehad, Tom. En die heeft onderzoek gedaan naar onze Diplodocus, waar we nu al 3 jaar aan het werk zijn. En die Diplodocus, ja, wij vroegen ons gewoon af, welke soort is het? Ja. En hij is daarna gaan kijken en hij kwam eigenlijk tot de conclusie, hij hoort nergens bij, het is iets nieuws. Tom, jij was aan het werk aan een Diplodocus. En toen bleek het misschien geen Diplodocus te zijn. Ja, dat klopt. Wat zag je? Nou ja, ik heb de botten bekeken en naar de uiterlijke kenmerken en die vergeleken met andere soorten binnen de familie. Ja, en hij lijkt niet op de Diplodocus, dus mogelijk is het een andere soort. Nou ja, en hij is dus met dat onderzoek begonnen en kwam tot de conclusie, het lijkt wel iets nieuws te zijn. En nou ja, daar zijn we dus naar verder gaan kijken en eigenlijk kwamen wij tot dezelfde conclusie. Het lijkt inderdaad dat het iets nieuws is, iets wat we nog niet eerder wisten. Maar is dat dan nog nergens ter wereld vertoond? Begrijp ik dat goed? Ja, nee, dit is echt de eerste die beschreven wordt. Ja, en het is waarschijnlijk, maar hoe waarschijnlijk is het dan? Nou, op dit moment zou ik zelf durven zeggen ongeveer 95-98%. Oké. Okay. Dus heel waarschijnlijk. Ja. Alleen het hele moeilijke wat hier nu komt, is dat we het ook nog officieel moeten publiceren. En daarbij zijn er wel eens wetenschappers die dan bijvoorbeeld zeggen van, joh, jullie argumenten zijn wel heel goed. Het lijkt inderdaad iets anders te zijn, maar het is nog niet voldoende. Ja, precies. En dat heeft voornamelijk te maken, hè, wij kijken bijvoorbeeld naar eigenschappen van die botten, naar de vorm van bepaalde richeltjes, de uitsteeksels, hoe ze in elkaar steken. En daar zitten wel eens kleine verschilletjes tussen. En soms zijn die verschillen inderdaad tussen individuen, binnen dezelfde soort, hè, of je een jong dier of een oud dier hebt. Of bijvoorbeeld gewoon iemand met een bepaalde ziekte, want dat kan ook, dat het individu een bepaalde ziekte had. En dat daar die eigenschappen dus op gaan verschillen. Ja. En wij zeggen, we hebben een hele reeks eigenschappen waarop die verschilt. Waarop wij dus ook zeggen, dit is genoeg om te zeggen dat het echt een soortelijke variatie is en niet zozeer een binnen de soort variatie. Dus nu krijgen we NOS en RTL, maar krijgen we dan ook de BBC en Amerika op bezoek? Of? Nou, uiteindelijk hopen we natuurlijk wel. Alleen ja, dat is natuurlijk altijd de vraag, omdat we, ja, vooralsnog hebben wij een nieuwe soort. Ja, hopen we. Als dat officieel bekendgemaakt wordt, is de kans aanwezig dat daar het ook opgepikt gaat worden. Maar ik moet je zeggen, ik koop wel eens iets bij de IKEA. En als ik dan zo'n kastje in elkaar zet en ik vergelijk het met de foto, dan ziet mijn kastje er heel anders uit. Ja, dus dat kan natuurlijk ook. Dat is ook het moeilijke. Vooral omdat heel veel van die uitsteeksels bijvoorbeeld ook, waar toch wel bepaalde eigenschappen aan toegedicht worden, die zijn vaak afgebroken. Dus die missen of die zijn verdwenen. Ja, dan is het aan ons maar de gok om te zeggen welke vorm die had. Het zou zomaar kunnen zijn, als het dan uiteindelijk goed wordt gekeurd, dat jij een nieuwe soort hebt ontdekt, toch? Ja, dat klopt. Maar dat gaat nog wel een tijdje duren. En wordt jouw naam dan toegevoegd aan de... aan het beest, had een nieuwe naam? Nee, we gaan hem niet naar mij noemen. Maar we gaan wel een goede naam verzinnen voor hem.